Jonathans. Overtreding van Nick de Groot. Essen naar die tackle op de bal van Nick de Groot. Dat is de ingooi voor de ploeg van der Brom. Egbring. Jonathans. Stekend verdedigd. Weggekopt door Posma. Hoogstandje van Jonathans mislukt en dan glijdt hij weg. Dat lijkt toch gewoon een kwestie van wegglijden. En dan wil Vitesse graag vooruit, Jonathans. Jonathans. Deze paas is echt heel goed. Maatwerk voor Miliano Jonathans, die zijn directe tegenstander kan gaan opzoeken. Jonathans, maar dat is maar teleurstellende acties. Van Miliano Jonathans in de eerste helft. Jonathans. Dribbelt de bal, te Wakker van hoeft te liggen. Makkelijke redding voor Mees Bakker. Tessa dringt weer wat aan in de slotfase van de eerste helft. Met Jonathans. Van der Brom gebruikt de tijd om een opslag van rust. Buettner kiest voor deze variant. Met een heel aardig schot en een schitterend doelpunt. Hier het veld opgekomen, dus gaan we staken. Maar hier nog eens die. Wat een uithaal, vrijwel uit stand van Miliano Jonathans. En kort voor rust. Wordt aan de voorsprong. Jonathans, twee passen. En dan heerlijk geraakt. Zo'n bal van zo'n grote afstand moet je dan toch wel. Rust. En zal er even wat drinken en weer door. Jonathans. Naar zijn linker. En dan toch weer naar Tingaras. Jonathans, combinatie, levert, krijgt de ruimte hier van Buettner. En nu is de kans groot en komt het doelpunt er toch. Van Leeuwen krijgt hem er nog niet in, maar als de bal dan valt voor de voeten van Gravenberg, is het, was alweer in de aanval. Jonathans. Dat was Tielemans. Je paas op Gravenberg die snel terugloopt. Vitesse met Jonathans. Interessanter, zo wordt het wat spannender. Inmiddels in het laatste kwartier, Jonathans. Burgering, Gravenberg, Van Leeuwen. Van Leeuwen het steekpaasje en Kotzebue. En daar binnen gelopen. Het doelpunt van Nick de Groot. Want die geeft het laatste zetje. Via Van Leeuwen en Burgering. Wat kan Vitesse nog in het laatste gedeelte? Hier is bijna het doelpunt van Yegoya. Egbring. Jonathans. Jonathans zelf. Zo! En 2-2. Was zijn in. Gaat die bal er heerlijk in. En staat het gelijk in de vlieg. Applaudisseren. Tegenstander opzoeken. Hij hoeft hem niet zo op. Eerste doelpunt in de slotfase van de eerste helft erin om in te lijsten. Wat dacht u hiervan? Nu valt de bal een keer niet goed voor Gravenberg. Maar kan er hier wel geschoten worden van richting Veranderd City? Kan weer zijn actie gaan maken. Miliano Jonathans. Met Asjefai. Asjefai moet hem voorgeven. De bal blijft liggen en wordt binnengezet. Den Bosch profiteert optimaal van de ruimte die er is. En scoort in de tweede periode. Den Bosch ging swingend naar 4-2 in de FC Den Bosch. Goedenavond.